Het Cultuurforum is eigenlijk een grote bijeenkomst van zoveel mogelijk mensen uit de cultuursector, omdat de Vlaamse regering de voorbije jaren twee beslissingen genomen heeft. Enerzijds de gemeente wat losser laten en anderzijds de overgang van cultuur- en jeugdbevoegdheden van de provincies naar het Vlaamse niveau dan weer. En die twee dingen, naar beneden en naar boven, maken dat we dat tussenniveau een nieuwe adem moeten geven, een nieuw elan. En vandaag was het dat met de sector zich verbeelden, letterlijk. Er zijn veranderingen, maar anderzijds, er zijn er dingen. Dat nieuwe decreet boven lokale cultuurpraktijk is een mooi decreet omdat het is een nieuw opgespoten land. Je kent dat wel, waar grote machines dat vol met nieuw zand spuiten en dan ligt daar een enorme vlakte. En daar moet het nu gaan gebeuren. En je hebt een slechte toekomst, je hebt een goede toekomst. Een slechte toekomst zou zijn, moesten we dat gaan bekijken, die nieuwe vlakte, als een soort vlakte waar we terug de oude dingen kunnen opbouwen. Hoe begrijpelijk dan ook, want nogal wat mensen hebben we verloren, maar laat ons dat niet doen. Laat ons in de plaats gebruik maken van die ruimte, letterlijk en figuurlijk. Die sessies, die komen heel erg vanuit de praktijk en die doen je toch wel even zelf anders kijken naar je eigen praktijk, dus dat was interessant. En daarnaast waren er ook de gesprekstafels, waar dat je toch wel kon zien welk effect dat beleid heeft en hoe dat we dat beleid misschien kunnen gaan aanpassen. Er is een nieuw steunpunt dat de sector zal ondersteunen en vormgeven. Ja, je merkt toch dat de mensen wel weten dat er een nieuw decreet is, maar dat er toch nog wel wat onduidelijkheden zijn, dat er vragen zijn. En het quizje stelt een paar vragen over het nieuwe decreet. Een ludieke manier om het decreet te leren kennen. Dat is volgens mij de meerwaarde hier. Niet dat hier geleerd wordt van hoe moet je het doen, maar het is door die botsing van ideeën dat mensen zeggen oké, ik ga mijn project misschien bijsturen, of anderen zeggen ik zat goed, ik ga het nu in de diepte uitwerken. En ik denk dat dat afmaken, dat fine-tunen, dat het cultuurforum voor iedereen kan bieden.